Oké, okay, dit was even spannend. Ik wou mijn video gaan bewerken voor, uh, voor de reis die we gemaakt hebben. Dus ik ging uh, ik op zoek in mijn catalogus naar de video van de reis in augustus. Nee, juli was dat, eind juli. En je ziet hier al die mapjes met vraagtekst. Dat zijn allemaal mapjes die, de die eigenlijk Lightroom niet meer kan vinden op de computer. Dus bestanden die verplaatst of verdwenen zijn. Nu, ik ben vrij zeker... Als we gaan kijken naar de locatie van de bestanden, je kunt uh, hoeven over een mapje. Met de linkermuisknop kun je find missing folder. En dan kun je eigenlijk, ik ga het nu niet doen, want ik weet dat die bestanden op de juiste plaats staan. dan kunnen je aangeven: oké, okay, die bestanden staan daar. Maar er is ook een manier. Als je de cursor stilhoudt boven een mapje, dan toont hij het pad waar dat die foto's zich bevinden. Dus volumes 4 terabyte rijdt dat is mijn video, videomapje. En dan. Uh, op datum. Dus 2018 en een kan op datum, maar om de een of andere reden, dus dat zijn mijn video's, Lightroom vindt die niet meer, dus als ik daar een of andere open dan kan ik die ook niet meer afspelen, dan krijg ik hier een, uh, een melding dat de video ontbreekt. Dus dan dacht ik, oké okay, wat is er mis, ben ik gaan kijken in mijn uh, op mijn harde schijf, letterlijk, onder de bibliotheek 2018, en effectief daar staat dat niet maar ik ben 100% zeker. En dan dat ik het geïmporteerd heb met Lightroom en die mapjes staan hier. Dat ik ze ooit verplaatst heb. Dus wat is er dan misgegaan? En als ik dan kijk in mijn Disk Utility hier. Dan zie je mijn 2TB, dat zijn mijn foto's. Daar is alles oké. Okay. Online staat daar status online. Maar Als ik dan mijn 4TB gaat, dan zien we hier status degraded. En dan zie je dat een van de schijven missing or damaged is. Dus dat betekent eigenlijk dat op dit moment mijn data niet meer veilig is. En normaal staat mijn computer bijna altijd gewoon aan en gaat dan in slaap en dergelijke. Zodat die altijd vrij snel beschikbaar is. Maar de laatste tijd, dus als we op zijn bijvoorbeeld en dergelijke, heb ik de computer een aantal keer uitgeschakeld. En als die opnieuw inschakelt, dan wordt die RAID die we hier zien opnieuw aangemaakt. En dat moet op een bepaald moment mislukt zijn. Dat opnieuw aanmaken van die software RAID configuratie. Waardoor dat bestanden niet meer op de twee schijven staan, dus ik hoop nu dat als ik die schijven uit mijn computer haal en ik bekijk deze en deze schijf, of zonder dat op één van die twee schijven de bestanden die ik hier zoek van ontbrekend, dan die wel op die ene en missing of damaged schijf zullen staan. Dus dat hoop ik nu, dan ga ik die proberen te recoveren. Oké, okay, dus de computer is ondertussen uit, ik weet, ik heb mijn schijven gelabeld, dat ze niet al mijn schijven. Ik weet dat zijn mijn 2 terabyte RAID-configuraties voor backup van foto en dit is voor video. En ik zag ook dat die schijf correct gemount was in mijn uh, RAID-configuratie en deze niet. Dus ik vermoed dat deze de data bevat die ik nodig heb. Ik ga je daaruit nemen en ik ga die afzonderlijk aansluiten op mijn MacBook, zodat ik kan uitlezen wat er hierop staat en hopelijk dat ook herstellen. Ik ga eigenlijk niks nieuws doen. Ik moet dus gewoon deze harde schijf. Daar heb ik nu die adapter naar gaan. Maar dat is eigenlijk gewoon een harde schijf die ik met de computer moet verbinden. Ik ga dus die andere computer gebruiken. Omdat mijn vaste computer die schijf als al kent binnen die configuratie En dat zijn die adapterkes die ik in een andere video al heb laten zien. Dat ik ook nu weer ga gebruiken. Om. ...die schijf via USB 3.0 te gaan verbinden. Nu, dit is wel een uh, recente MacBook. Dus je hebt enkel nog die USB-C aansluitingen. Dus ik heb een adapter nodig... ...om USB te kunnen aansluiten. En dan zie je dat... Uh, ...het lichtje al nou brandt. En dan kan ik dat nu uitlezen en hopelijk staan mijn bestanden daar ook effectief op. En we zien hier van boven dat de schijf herkend wordt. Ik heb er Disk Utility ook open staan, maar op zich... Hier rijdt Zet Offline. Deze computer kent die rijdt niet, dus daar... Daar hoef ik mij niet druk over te maken. Maar op dit moment wil ik die schijf alleen benaderen. En dan zie ik hier al direct dat ik inderdaad... Andere content heb. Als ik hier onder de video... Naar de bibliotheek ga, hoop ik nu, onder 2018... Volderkust 2007, 15, ja, 19, 20. Dus dat zijn mijn video's van uh, Oostenrijk, effectief. Onze reis naar Oostenrijk. Dus die data moet ik nu even herstellen en dan kan ik mijn video gaan maken. Even spannend, maar kijk. Ik ben blij dat ik het niet kwijt ben. Over het herstellen van rijdconfiguraties heb ik al een ander video gemaakt, dus daar ga ik nu niet in detail op ingaan. Ik moet gewoon zien dat ik nu deze bestanden veilig stel en dat ik daarna mijn rijdconfiguratie fix. En dan kan ik die bestanden terugzetten. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.